Het is Veurjaar en dat betekent dat de grote oranje vreugde weer nedergedaald is op ons land. Het is Koningsdag en overal in Nederland viert men feest. De millennials presenteren voor u 5 tips om Koningsdag in goede orde door te komen. De tompoes is een van de vele Nederlandse delicatessen die worden genuttigd tijdens deze wonderbaarlijke viering. Zo, wat is dat? Tompoes. Mag ik er ook een? Ben je bij de poesenclub? Ja. Nou, neem maar. Okay, hoe moet je dit eten eigenlijk? Gewoon happen. Gewoon happen? Ja, gewoon happen. Oké. Okay. Onze tip, neem een ruime hoeveelheid servetten mee. Het Nederlandse volk is gek op koopjes. En op de lokale rommelmarkten zijn er daarvan uiterst veel te vinden. Dat is een leuke bal, die wil ik wel van je hebben. Eerst kopen. Nou, weet je wat? Ik stuur je gewoon een tikkie. Wat een tikkie! Hier een tikkie! Maar behoed u. Onderhandelen met kinderen kan ernstige gevolgen hebben. Ah, dankjewel, jongen. Een bekende test van doorzettingsvermogen is om binnen een minuut tijd tot wel 7 droge beschuiten te eten. Met als winst 100 euro. Ik wil nog een beetje kandidaten kunnen zijn. Oh. Hey, boys! Boys, you want to try a biscuit? Luister, gap, ik kan gewoon Nederlands. Oh, ja, als je er 7 eet in 1 minuut, krijg je 100 euro. Makkie. Het zijn inderdaad echt Nederlanders. En go! Kom op, jongens, eten! Stop die bakkes! Oi, 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 oh! Meer, sneller. Meer, meer, sneller! Wil je die 100 euro nou of niet? Kom op, hup, 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 hup. Eten, eten, eten! Eten jij ook hier in je mond, jongen, jongen? 3, 2, verschrikkelijk. Oh, de ja. Tijd is om. Oh, nou. Jammer, jongens. Wat is jullie eerste reactie? Hallo? Nou. De tip, laat u zich niet bij de neus nemen door onmogelijke opdrachten. Hallo? Nee, wacht, dit is niet goed. Kan iemand even 112 bellen? Voor vrouwen is er vaak geen mogelijkheid om te toiletteren tijdens alle festiviteiten. Op straat is het voor hen immers lastig om een boom, struik of paal te benaderen voor de kleine boodschap. Er wordt daarom aangeraden een trechter van huis mee te nemen. Zorg er wel voor dat u zich goed verbergt. Wat is een feest zonder muzikaal vermaak? De straatmuzikant is een herkenbaar beeld tijdens de festiviteiten. Wilhelmus van Nassau, ben ik van Duitse bloed. Woe! Mijn vaderland getrouw, ben ik van Duitse bloed. Probeer het eens als een kech. Wilhelmus van Nassau, ben ik van Duitse bloed. Fantastisch. Vergeet niet, straatmuzikanten. Het vrouwelijk schoon verkoopt het beste. De millennials wensen u allen een vreugdere, maar bovenal oranje Koningsdag. Leve de koning. Hoezee. Hoezee.